Tussen Bussum en Hilversum ligt het natuurmonument Bantam. Een oud landgoed dat in 1984 werd aangekocht. Doordat er veel oude bomen staan met holtes en kieren, wordt het beheerd als vleermuizenreservaat. Vooral de watervleermuis voelt zich hier thuis. Peter Lina is 's avonds vaak op pad om meer van deze geheimzinnig levende insecteneters te weten te komen. Dat is ook weer een watervleermuis. Ja. Dat is een jong mannetje. Ja, die naam is trouwens wel aardig, hè, voor die watervleermuis. Hij doet zijn naam recht aan. Hij jaagt ook eigenlijk altijd boven het water. Zo, dan doen we er eentje er heel voorzichtig om. Dat luistert heel erg nauw. Die vlieghuid, het is een dubbele huid. Die is heel erg gevoelig. En dat ringetje moet heel precies worden omgelegd, zodat er toch nog enigszins ruimte is. Het is ook een speciale vleermuizenring met opgewipte eindrandjes, zodat de ring niet tijdens het bewegen door de huid kan draaien. Zo blijft de huid dus onbeschadigd. Die vleugels, zijn voorpoten. Het is eigenlijk een hand met een hele lange arm. En die vingers die zijn ontzettend verlengd. En tussen die vingers en die arm bevindt zich een vlieghuid. Het is als een soort paraplu tussen berlijnen gespannen. Daarmee kan een vleermuis uitstekend vliegen. Er wordt wel eens beweerd dat vleermuizen niet zo goed kunnen vliegen. Dat is beslist niet waar. Vleermuizen kunnen fantastisch vliegen. Kunnen ook hele goede wentelingen maken. Buitelingen maken in de vlucht. De watervleermuis heeft een beetje grijswitte buik. De voeten zijn betrekkelijk groot vergeleken met soorten van dezelfde grootte. Het gewicht is ongeveer als een jong dier, hoewel hij al bijna de grootte heeft van een volwassen dier, ongeveer 6-7 gram. Dat is 2 gram zwaarder dan een gulden. Ze gebruiken hun ogen niet om te zien. Wel kunnen ze verschillen tussen licht en donker zien met hun ogen. Maar ze zien eigenlijk met hun geluid. Ze gebruiken dus geluidsgolven die ze uitzenden. En de teruggekaatste geluidsgolven vangen ze op met hun oren. En kunnen daarmee zich oriënteren en hun voedsel herkennen in de vlucht. Alle Nederlandse vleermuizen zijn insecteneters. Het zijn nachtdieren. En je kunt eigenlijk zeggen dat ze 's nachts de rol overnemen van insectenetende vogels die overdag dus op insecten voorageren. Het zijn schitterende beesten, hè? Ze doen geen mens kwaad. Wie het natuurbehoud in ons land wil steunen, wordt lid van Natuurmonumenten in 's Gravenland door 35 gulden over te maken op gironummer 9933.